eigenlijk is Amsterdam één groot cluster geworden. En dat heeft te maken met het grote aantal besmettingen dat we hebben. En daarom is ook de sneltest die hier vandaag bekend wordt gemaakt zo belangrijk. Een hoopgevend bericht in de strijd tegen het oprukkende coronavirus. TNO heeft een sneltest ontwikkeld waarmee je binnen het uur de uitslag hebt. Nou, de eerste resultaten met betrekking tot de betrouwbaarheid, die zijn volgens de onderzoekers positief. En de komende 2 weken wordt hier in de Rij in Amsterdam de laatste grote testfase uitgevoerd. Nou, wij krijgen materiaal dat is afgenomen in de teststraat achter mij. Dat zit in deze buisjes. Dat zit in een speciale vloeistof. En in die vloeistof wordt het virus opengebroken. We halen een beetje vloeistof uit de buisjes en dat gaat vervolgens in deze laboratoriumplaten. Hier komt het materiaal terecht. Dit is een soort speciale kopieermachine. En hier gaan we heel precies het virusmateriaal gaan we kopiëren. En als er genoeg virus in zit, dan kunnen we dat zichtbaar maken, kunnen we dat meten. En dat doen we in dit apparaat. Nou, deze stap die werkt supersnel. In 20 minuten zijn we klaar. En dat is een hele grote stap voorwaarts ten opzichte van de PCR. Nou, het is voor ons ontzettend belangrijk. Want het betekent dat mensen sneller weten dat ze positief zijn. En dat betekent dat ze daarmee in quarantaine kunnen gaan. Het betekent ook dat als mensen weten dat ze negatief zijn, ze onmiddellijk aan het werk kunnen gaan. Dat betekent dat winkels open kunnen blijven. Dat betekent dat politieagenten aan het werk kunnen zijn. Verplegend personeel. Dit is de eerste in Nederland waar we het gaan doen. Maar de volgende stap zal zijn om dat bij 6 en misschien wel 10 en nog meer GGD'en neer te zetten. En dat kan op zich heel snel. Wat we hier zien, dat was vorige week, stond het nog op de tekentafel en nu staat het er. Zo snel kan het gaan. We hopen over 2 weken meer duidelijkheid te kunnen hebben en dan hopen we dat die in Amsterdam snel kan worden ingevoerd.